De bedoeling is uiteindelijk dat we over een jaar of 10, 20, 30... nog steeds terugkijken, achterom kijken en ervaren dat Zuidoost nog steeds Zuidoost is. Dat de DNA van Zuidoost nog steeds leeft, ondanks dat we met heel veel vernieuwingen te maken hebben. Nog iets uit je verhaal. En dat is over de mensen die er altijd al zijn geweest. Mm-hmm. Die herken ik. Vraag maar aan mijn collega's. Ja. Dat is iets waar ik zelf ook mee zit als bewoner. Ja. Wij zijn er altijd al geweest. En mede dankzij ons is de Bijlmer nu hot. Ja. En hoe kunnen wij en onze kinderen en onze kleinkinderen ook genieten van het feit dat de Bijlmer nu in trek is? Het is een vraagstuk wat eigenlijk al onze portefeuilles overstijgt. Ja. Het is een vraagstuk waar we ook met z'n drieën naar kijken en waar we vooral heel veel input nodig voor hebben van bewoners en van de stadsdeelcommissie. Het raakt ons allemaal, want ook ik maak me hier zorgen over. Ja.